사람아탄 감히 파티라 감지 부르라 그렇게 되게 Mooi. Zeker. Goed gedaan. Ja, gedaan. Mooi zo. En in ieder geval bedankt nog. Ja, ja. Voor je liedje spelen. Graag gedaan. Hè. En succes nog, hè. Ja, dankjewel. Die meneer, die heet André Bosman. En dat? Dat is hij. En trouwens, wat is dat vandaag? Ik zal even kijken. Het is vandaag zaterdag 1 augustus 2020. En ik ben in Horenstad. Ik ben binnenstad. En daar achter mij zijn de mensen. En die zijn aan het lopen. You know. En die kant op is richting naar Rode Steen. En die kant op richting is naar Deen. En verder rechtdoor is... You know, fontein meneer. Met die water op zijn emmertje achter zijn rug. Maar goed, dit is een kerk. Stilte centrum. Laten we gaan even koek verloren. Sowieso. Dit is hem. En welkom. Grote kaarsen. Kleine kaarsen. Kijk eens aan. Als je munten in hebt gedaan. Gegooid. En pak je erop. En naar die vuurtje. Zo. En dan steek je hier neer. Dat is hem makkelijk. Oké. En dat is hem. Ik weet niet. I don't know. Het is wel mooi. Maar deze is... Hij is dicht. Oké. Wel prachtig. Mooi plek. Tekst lezen. Zo... Interessant. Kijk. En hier ligt een geld. Oké, laten we gaan. Ik ga zitten en schrijven. Let's go. Maar ik moet eerst lezen. Oké.
Vet koe. Vet koe, hè? Daar staat die meneer. Zo, nieuwe dag is heel leuk. Daar is nou in. Ah, dat is cute. Zag je dat? Ik zag hem. Ik ben naar de dierenwinkel geweest en ik heb deze gekocht voor hamster. Dit kost 50 eurocent en deze koekje kost 1 euro. Dus totaal kost het 1,50 euro. En toen ik klaar ben, ging ik naar NS Bali om mijn saldo op te laden. En het is gelukt. En nu, wat ga ik nu doen? Ik zie vanzelf wel. Blijf kijken. Ik ben weer in mijn eigen kamer. Het is L, het is A, het is U, het is R, het is A. Het is Laura. Hey moppie. Oh, ik zie het. Oké. Het is L, het is A, het is U, het is R, het is A. Samen heet die Laura. Kom maar tevoorschijn, Laura, hè? Kom tevoorschijn. Ja, ik zie je, daar ben je. Poepie van me, hè? Lieve schat. Ja. Ik zie je. Oeh. Laura. Ja, komt die voorschijn. Laura is ouder geworden. Hey, lieverd. Zij is uit de kooi. Wat gaat hij doen? Ja. Niet verdwaald zijn, hè? Je blijft lekker in de buurt. Je weet, hè? Hoe dat zit. Laura? Ja, daar ben je, hè? Hoera! Je snapt hem. Hier is veilig. Zien jullie dat, mensen?
Mijn hamster gaat lekker niet rondjes rennen in de kamer van mij. En als ze uit wilt, gaat hij rondjes lopen. Gewoon dichterbij bij haar huis. Daar vindt hij vast prettig. Hier heeft hij verdiend. Een koekje. Alsjeblieft. En vervolgens zet ik deze terug. Ah, zij gaf me een kusje op mijn vinger. Via Likkie. Moppie. Ja, je bent schattig, hè? Ja. Ja, je hebt er echt zin in, hè, maar gelukkig dat je blij bent. Trouwens, ik heb de Evil Within 1 op mijn PC. Yay! Schrik. Het is een zombie game. You know. Maar, weet je wat erg is? Outlast. Dit is zo scary nog, game. Maar dit valt wel mee. Oh jeetje, ik moet wel een beeld lager zetten. Zo, 70. En ik kies voor... Survival. Oh nee, dat is zo creepy. Dit is beginnen. Zie je dat? Laten we gaan even koekeloeren. Kijk. Ik heb allemaal op de verschillende plekken. Ja. Kijk nou eens. Dit is een stuk beter. Even kijken. Ja, duidelijk. Mooi zo. En hoe ziet die game? Kijk, een stuk beter loopt die. Even checken. Hij doet goed. Jee, hij is goed. Oh my god. En zo is het hoe het spel is begonnen. Dit is een stuk beter. En ik heb die resolution laag gezet. Goed voor mij. En het is beter geworden. Moet je eens zien. Super snel. Oké. Zie je? Dit is ontzettend goed. Maar het is maar een test. En als ik op hoge zet. Option. En vervolgens ga ik naar graphic. Zo. Naar 10, 24 keer nog wat iets. Zo.
Kijk maar hoe verschil het is. Zie een beetje sneller, maar langzaam en vergelijkbaar. Ik vind het niet genoeg. Maar goed. Het is een beetje creepy spel. Deze mevrouw is heel leuk. Mooie kleding, hoor. Ja, dankjewel, Dan. Graag gedaan. Ja, ja. Goeie buren. Ja, mijn vriend, Dan. Ja, en ik heb vandaag een video aan Hallie te laten zien over kind. En zij is nu erg dankbaar dat ik aan haar liet laten zien. Dus, klopt, want de kinderen doen heel veel hier in de buurt. En als wij als ouders niks weten, kunnen we onze kinderen dan niet, hoe zeg je dat, dan corrigeren. Hè? Mm-hmm. Kan ze niet corrigeren. Dat zei ik gisteren in de phone. Maar als mijn kind loopt gek te doen, moet je het eventjes komen zeggen aan mij en dan probeer ik hem te corrigeren. Maar als ik het niet weet, wat kan ik eraan doen? Stel je voor, als jij niet weet, ja. En ik laat niet aan die video aan jou zien, ja. Gaat die door en door en door. Dus, ja, dan worden ze erger. Het wordt erger. Ja. En als ik nu aan jou laat te zien, dan probeer je gedachten te veranderen. Toch? Dan probeer ik hun te zeggen van, hey, doe dat niet op die manier. Nee. Dan hebben jullie nooit niks gedaan. Nee, ik probeer netjes te houden. Dus, ja. Kijk, mm-hmm. Net zoals deze man. Die zijn wel wat netjes, jongen. Ja. Die gedragen zich als grote jongen. Zie je hoe ze dan groeten met een bak, respect. Zo wordt het. Ja. Ja. Dus, Ronnie kan het niet altijd, man. Nee, maar je bent verantwoordelijk voor die kind en zorg goed voor die kind. Hè? Ja. En als hij gekke dingen doet. Probeer maar met hem te praten over en help hem om de gedachten te veranderen. Dat zal ik zeker doen. Mooi zo. En als je hem volgende keer nog een keer filmt en je hebt zo'n film, breng hem maar naar mij. Is goed. Goed, want als hij weer zo lelijk doet, ga ik ze weer corrigeren. We gaan weer met ze praten en zeggen van je doet. Lekker cool. Met z'n allen hier chillen een beetje. Ja. En we hopen dat morgen er lekker weer is. Dan gaan we feesten hier in de buurt. Kom sowieso. Nog een keer? Ja, okay. Is goed. Ja. Doeg.